kijkers van Online Games, van harte welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Mafia 3. We gaan weer lekker verder waar we gisteren waren gebleven. Dus dat komt helemaal goed. Prima, goed. We staan natuurlijk hier. Nu, we hebben natuurlijk behoorlijk wat geld, 154.000. Maar we hebben natuurlijk wel een probleempje. Probleem, die hebben ze zo duurder gemaakt. 5.000 euro, waarom? Geen idee. Stel dat je afzetters hier. 2.000 euro hebben ze er meer van gemaakt. Is toch niet normaal? Nou goed, wat doe je eraan? Helemaal niks. Oh, die deur die gaat niet vanzelf dicht. Gooi hem gewoon open. Heb je het koud? Hier, een stoot. Nee, we moeten natuurlijk wat dingetjes gaan doen. Deze, daar komen we dadelijk mee. We gaan eerst al het geld ophalen. 10.000 hier. 5.000 daar. 4.500 daar. Zeg maar 5.000. Dus dat is dus ongeveer wat we krijgen. 20.000. We gaan eerst die pakken. Dan rijd ik daar naartoe. En dan pas daar. Want anders ben ik de hele tijd... Ja, ga ik daar, dan ga ik weer daar, dan ga ik weer daar. Dat ziet gewoon niet op. Goed. Oh, niet zo. Een beetje zo, alsjeblieft. Je vergeet je paraplu. Zo is het ook niet moeilijk, joh. Hoe heb ik het aangedaan? Zo, ja, zo. Of niet? Ja, het is 1, het is 2, het is 3. Ik had het zo toch? Ja, zo had ik het. Ik heb geld afhalen, je hebt niks te betalen mee. Wat krijg ik weer een missie van hem of is dat niet meer? Of is dat die race die moeten we ook maar eens een keertje gaan doen? Want, goed. Wij gaan dus niet daar naartoe, maar we gaan eerst deze pakken. Dus dan rijden we zo. Oké, ik vind het prima. Even aan dat we zo rijden, oké. Ja, wat wil hij nou? Zo of zo? Ik weet ook niet wat hij wil. Dan rijden we maar zo. Kijk eens. Goed. Dwars door het centrum, stad waar het ook is. Het is uiteraard wel hard hoor, 120. Dat is lekker. Maar we zijn er zo, kijk maar naar die meters, hoe snel dat die is. We rijden gewoon 135. Tuurlijk. Dan moeten we wel volop remmen.
Ja, nou stap maar hieruit. Hoppatee. Ik ga met die auto. Ja, die is nu in één keer daar weer. Ah, je hebt veel te vertellen. We hebben dus nu 29.000. Oh joh, zoveel? Dat kan toch? En dan gaan we nu daar naartoe. Deze moet ook maar eens een keertje gaan doen, hè? Dat we dit hele gebied echt volledig klaar zijn. Kunnen we misschien ook gaan doen, daarom heb ik speciaal ook zo gedaan. Dat we ineens stuk door daar kunnen rijden, dan kunnen we daar dat praatje gaan maken. Hè? En dan zitten we denk ik voor vandaag weer op. Sorry. Hoppatee! Deze Audi rijdt echt lekker hoor. Als jullie Mafia 3 hebben, dan is dit wagentje echt geweldig. Lekker snel. Eenvoudig. We rijden zo. We racen er zo van A naar B. Ja, die is kapot. Hoppatee. Oh. Heb ik geluk gehad. Ik wilde hem eigenlijk draaien. Maar in één keer kaboom. We hebben heel veel heels, hè. 4 van 4, dat is mooi. Dat in doen. 34.000 hebben wij. Dat is heel veel. Goed, we gaan dus hier 5.000 doen staat het jaar setters. Wapens hebben we niet echt nodig. We moeten deze hebben. Want 34.000 is best wel veel hoor. Ik ben om 180 als het goed is. Als het goed is hebben we 180. ...188.000 zelfs. Dat is een heleboel geld. Goed, nu gaan we nog niet daarheen. Wij gaan hier naartoe. Want dan moeten we wel even iets nog gaan doen. Wat gaan we doen? We zijn 10 minuten bezig. Dus dat is heel fijn. Met deze wagen zijn we er toch zo. Gaat dat lukken? Nee. Oh, net niet, dat is jammer. Is hij ook dood? Oh nee. Ik dacht even, ik kan er nog net ertussen, dacht ik.
Goed. Maar dit hebben we ook zo opgelost. Niet inderdaad, nee. Godverdomme. Dan bestellen we gewoon een nieuwe. Daar is je, hallo. Stop. Uitstappen. Bedankt. Gelukkig hoef je daar ook niet voor te betalen, hè? Maar ik snap nu waarom dat die 5000 euro bij is gekomen. Het staat eigenlijk nergens op. Maar ze zeggen hoe verder je bent, hoe je koper dat die wordt. Maar nee. We zitten verkeerd, we zijn er al. Ik hoor ook veel te veel lawaai, ja. Is het hier? Ja. Hier is het dus al. Ja, nou betalen we die 5000 euro. Daar komen ze 's avonds. Oh, ze blijven ook staan hier. Loop maar even mee. Nu lopen ze. Ik heb ook gelijk mijn wapen erbij. Er zit hier nog een. Het is ook een vrachtwagen, hè? Shit, ik ben alleen. Ga eens dood! Jongens, ja, ga hier maar. Oh, hoe is dit nou mogelijk? Ik ga gewoon hier door. Drie man? Gaat hier even halen. 5000 euro vernacheld. We kunnen ook gewoon die vrachtwagen pakken en gewoon gaan. Kan natuurlijk ook, hè. Waar zijn we nu weer? Ah, helemaal daar joh, dat meen je niet. We zijn 14 minuten bezig. Het is het begin toch, helemaal in het begin. Je zou het ook begonnen. Ja. De allereerste missie was hier. Als lang geleden, ja, de eerste missie. Kwartier bezig. Kan ik er 5000 euro uitgeven?
Hebben we nog niks. 10.000 euro. Die 10.000 euro wat we opgehaald hebben, zijn we helemaal kwijt. Lekker dan. Moet zo ver, joh. Dat is een eindje. Nee, dan doen we die andere wel vrijdag. Nou, deze kan afgehandeld. Dat is een eindje hoor. Het zijn er ook heel veel hier. Fucking veel. Shit. Oké. Can you get some guns? Andy. You got it. We'll be around shortly. Get on down now. Oh, waarom zat hij daar? Nu vertel het terug van me. Nou. Let me see what you got. Done. Alles. 60, die 90 kogels. Zijn nog actief. Niet meer. Dan gaat hij heel snel in. Drieduizend, dat is wel heel ver. Dit is heel ver. Moet hij daar naartoe? Dat dacht ik, oké. Of hier. Maar we pakken die. Die is geweest, hè, ja. Nou. Hij wil wel ongeveer van 25 minuten, hè. Maar die vrachtwagen die moeten we dus daar zo zien te pakken. Dat we volop gas gaan geven. Rijden. Okay. Maar je dat we ze wel allemaal kunnen beuken. Hè? Aan de kant jij. Ja.
Die kunnen we heel fijn beuken. Hij heeft zelf een ongeluk gemaakt. We rijden op zich wel lekker. Daar links staat ook een politie. Dan hebben we wel een probleem hoor. Met de politie, met een vrachtwagen de politie ontsnappen, dat lukt bijna niet. Oké, dit gaat er wel even duren. Het is natuurlijk bergop. Dus dat gaat niet zo heel snel. Kijk, nu gaat daar wel hard dus berg af. Dan rem ik niet. Als we rechtdoor moeten, als we links of rechts moeten, dan uiteraard wel. Ja, zie, we moeten linksaf. Dat is jammer. Hier is het dus al. Dat is jammer. Ja, ik krijg gewoon door hoor. Tussen. Ja, het stond toch wel stil, dus dat maakt niet uit. Daar is wel politie, daar moeten we uitkijken. En dan moet hier. Delivery complete. Waar zijn wij? Is het ver van de punt af? Ja, best wel. Dan doen we dit de volgende keer. Dat is allemaal jouw shirt, hè? Goed, ik ga het hier zo ook belaten, jongens. Wij zien elkaar uiteraard gewoon weer lekker vrijdag weer terug. Hopelijk zijn jullie daar dan. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot vrijdag dan weer, jongens. Mazzel!